15 maart zijn de verkiezingen voor de waterschappen en voor de provinciale staten. En wij gaan hier eens in Boksel kijken en peilen of de mensen gaan stemmen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. En gaat u stemmen? Ja, zeker. Dank je. Ik ga zeker stemmen. En waarom is het zo belangrijk? En voor ons allemaal, denk ik. Ja, waarom? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Je mag wel stemmen? Nee, ik mag nog niet stemmen. Ik ben pas 15. Ja, ik voor... Zeg maar zachtjes. Ik zei niet zachtjes. Zachtjes in mijn oor. Nee, ik stem gewoon op waar ik denk van dat voor ons allemaal goed is. En wat is belangrijk? Heel belangrijk is voor de jeugd. Heel veel dingen, dat soort dingen komen voor de jeugd hier in Boksel. En voor de rest weet ik het niet. Dus. Gaat u ook voor de waterschappen stemmen? Dat weet ik nog niet. Nee. daar ben ik nog niet over uit op wie ga ik stemmen, precies. Maar u gaat wel stemmen? Ik ga wel stemmen, hoe dan ook. Hartstikke goed. Graag gedaan. Vroeger CDA natuurlijk, KVP van mijn ouders, dat was wat je moest doen. Maar sinds mijn volwassenheid sociale SP en ja. CPN zelfs nog, maar ja, dat is heel lang geleden. Hè? U zei SP en toen zei u ja, geef maar. Ja, dat is bekend hè, voor mij. Gaat u stemmen? Ja, natuurlijk. En waarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen? Ja, dat is altijd belangrijk lijkt mij. Dus, mensen gaan stemmen? Ja, zoiets. Dankjewel. En mevrouw, gaat u stemmen? Ik ga op vakantie. Gaat u stemmen? Ja. Dat is mooi. Ja. En waarom? Ja, waarom ga ik stemmen? Omdat ik denk dat het gewoon nodig is. Dus. Maar er zijn heel veel mensen die het vertrouwen in de politiek een beetje kwijt zijn. Ja. Kunt u dat begrijpen? Ja, dat kan ik zeker begrijpen, ja. Wat wilt u tegen hen zeggen? Wat zou je tegen hen willen zeggen? Nou, ik denk dat het weinig zin heeft om er wat tegen te zeggen, want het gebeurt toch. Ik neem het gewoon zoals het komt. Misschien zit er één iemand te kijken die denkt, ja, die u kunt overtuigen. Nou, ik weet het niet. De meesten die weten wel wat ze willen eigenlijk, maar het gebeurt toch. Gaat u ook stemmen voor het waterschap? Ook. Waarom? Nou, niet waarom. Waarom? Nee, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik kruis maar wat aan, dus... Ja, maar het waterschap is zo onbekend allemaal, hè? Ja, dat klopt. Maar waarom moet je daarvoor stemmen? Ja, dat weet ik ook niet. Ik doe maar wat. Oké. Ja. Als je het maar goed doet dan. Ja. Dankjewel. Oké, succes. Gaan jullie stemmen? Jawel, maar ik weet nog niet waarop. Ik heb me nog niet in verdiept. Oké, dus je bent nog een zwevende kiezer? Yes, daar ben ik nog. U heeft nog een weekje om te zweven. Ja, dat klopt. Nee, ik ga me er wel in verdiepen, maar dat doe ik meestal een paar dagen van tevoren. En dan. En u? Ja, voor mij een beetje hetzelfde verhaal. Ik moet me erin verdiepen en ik doe er ook liever geen uitspraken over in het openbaar. Want dan krijg ik ruzie met al mijn vrienden en familie, dus dat weet ik niet doen. Het is een vreemde keus dan? Nee. Een aparte keus? Nou, nee, niet apart. Maar, nee. Als u zegt bijvoorbeeld VVD, krijgt u geen ruzie. Dus nee, ik vermoed... Het was een grapje. Maar ik moet nog even alles op een rijtje zetten en de keuze maken. En de waterschappen? Er zijn ook verkiezingen voor de waterschappen. Gaat u daar ook op stemmen? Of heeft u daar verstand van? Of? Nee, totaal niet eigenlijk van de waterschappen. Nee. De vreemd dat veel mensen daar gewoon eigenlijk bijna niks over weten. Nee, dat klopt. Het leeft niet echt inderdaad. Nee, maar je moet toch stemmen dan, denk ik. Of? Ja, inderdaad, je moet stemmen. Dus dan moet je er even verdiepen. En dan kun je een oordeel heel goed vormen. Ja, dat is maar alles, hè? Ja, dat is verdiepen. Alles. Nou, succes met het verdiepen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oh, dat weet ik nog niet wat ik ga doen. Nou. Ik moet nog heel goed nadenken. Ja? Ja. U moet nog goed nadenken. Ik denk altijd goed na. Ja. Soms te. Ja. Niet goed, hè? Maar u moet wel gaan stemmen, denk ik. Ja, natuurlijk ga ik stemmen. Maar twijfel? Zwevende kiezer hebben we hier. Ja, ik twijfel nog. En waar tussen zweeft u? Ja, dat weet ik nog eigenlijk niet. Ik ben ook niet zo politiek gericht, moet ik zeggen. Nee? Een beetje links? Oh. Links van het midden, schat ik in. En laten we het maar in het midden houden. Dat is misschien nog de beste oplossing. En is daar een goede partij die u vertegenwoordigt in het midden? Ja, ik denk het wel. Er zijn ook verkiezingen voor de waterschappen. Klopt. En ik snap dat u daar in principe niet over gaat, maar ik kan misschien toch uitleggen aan de mensen waarom dat toch belangrijk is. Ja. Het is natuurlijk zo, het draait om waterbeheersing, dus droge voeten waar ze droog moeten zijn. En
vochtig nat waar het nat moet zijn. En je ziet een hele hoop dingen veranderen op dit moment. Waar de waterspiegel soms te laag staat, moet die worden omhoog worden gebracht of andersom. En ook het gedrag van mensen, bedrijven enzovoort, ja, dat speelt een belangrijke rol. En het heeft ook invloed op je eigen omgeving, waterbeheersing. Staat de waterpeil te laag, te hoog, dan heb je bij wijze van spreken een natte kelder. En op het moment dat het te laag staat of te laag gaat worden, kun je scheurvorming krijgen in je woning. Oké, duidelijk. Een ander onderwerp, helaas is Erik van den Broek ons ontvallen een paar maanden geleden. Wat doet dat nou met zo'n SP? Wat gebeurt er dan? Een hele hoop. Om te beginnen, ja, het was natuurlijk compleet onverwacht voor ons. Dus om er wat te noemen, ik moest zelf, toen ik het te horen kreeg, acuut gaan handelen. Je moet gaan kijken van oké, hoe ga je nu opvangen waar hij allemaal mee bezig is en was. En dat was heel veel. Dat was ongelooflijk veel. Ik heb nog een hele doos thuis liggen met zaken waar we nog mee in de slag moeten. Maar de meest urgente dingen van zijn opvolging als fractievoorzitter, ja, dat ben ik geworden. Frans is doorgeschoven, is geen partijvoorzitter meer, want dat valt gewoon niet te combineren, fractie- en partijvoorzitterschap. Dat heeft Dave van de Ven, een oude getrouwe, opgepakt. We hebben een paar nieuwe mensen die weer actief of actief zijn geworden of opnieuw actief zijn geworden in bestuur en dat soort zaken. Dus het lukt, maar om zo'n boegbeeld te vervangen, dat lukt natuurlijk helemaal nooit. Nee, het is een gemis en het blijft een gemis. Absoluut, heel helder. Ja. Maar de SP komt er bovenop. Daar ga ik wel vanuit. Ja, we gaan gewoon door. Hoe dan ook. Aha. Dat is de lijsttrekker. Dus, De lijsttrek. Zo. Even te kijken. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Waarom is er nog steeds geen vrouwelijke vorm van een lijsttrekker? Ja, ik ben... Een lijsttrekster. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de naam is, als er maar meer vrouwen de politiek ingaan. Ja. Het is schandalig, er zijn 4 vrouwelijke lijsttrekkers voor de Provinciale Staten in Brabant. Dat is natuurlijk veel te weinig. Dus vrouwen, maak je politiek actief. Kijk, en vandaag loopt u door Boksel. Ja, ja, mooi hè. Je gaat de Bokselaren proberen te overtuigen van het feit dat ze op Volt moeten gaan stemmen. Ja, waarom moeten wij op Volt stemmen? Omdat wij niet schreeuwen, maar wij gaan echt verschil maken door partijen aan tafel te brengen en in actie te komen. Dus praten is goed, maar niet te lang. Op een gegeven moment moet er echt iets gaan gebeuren. En volgens mij is het duidelijk dat het tijd is dat er iets gaat gebeuren. Ja, en mensen hebben een beetje moeite met nieuwe partijen. Ze stemmen een beetje op de gevestigde partijen, omdat de nieuwe partijen altijd een beetje hommeles. En dan was dat bij jullie ook wel een beetje hommeles. Ja. Nou ja, ik ben er niet bij geweest, dus ik kan daar helemaal niet over oordelen. Maar ja, waar mensen werken, worden fouten gemaakt, denk ik. En soms pakt het goed uit en soms pakt het niet goed uit. Maar ik denk dat wij het heel netjes hebben opgelost. En wij kijken vooruit. Een tas met een boodschap. Dat is iets anders dan een boodschappentas. Klopt, hè? Ja, de boodschappen, hè, die zijn onbetaalbaar geworden. Hè? Ja. Nou, zit er een grote boodschap in? Of? Ja, wij willen dat voor iedereen de boodschappen betaalbaar blijven. Dat is heel belangrijk. Makkelijker gezegd dan gedaan. Absoluut, maar je toch kun je ervoor strijden. Hè? Je moet opkomen voor de juiste mensen. En dat gebeurt op dit moment ook niet. Ja, precies. Ik merk bij veel Nederlanders een desinteresse voor de politiek. Ze zeggen, het helpt toch allemaal helemaal niks. Ik ga niet stemmen. Ja, klopt. Merk ik ook. We gaan vaak de wijk in en dan praten we met mensen. Ze zijn erg teleurgesteld in de politiek, klopt. Ja, maar dat is begrijpelijk. Ene kant wel, maar aan de andere kant, als je dan zo'n houding aanneemt, dan heb je in onze maatschappij heb je al verloren. Ik wil eigenlijk de Bokselaren oproepen om vooral te gaan stemmen, want het gaat ergens om nu. Dus ga naar de stembus op 15 maart. Je moet meedoen in de politiek, want anders dan heb je geen kans om je stem te laten horen. Nee, ik ga niet stemmen. Waarom niet? Ja, ik heb nog nooit gedaan, dus doe ik nou ook niet. Is daar een reden voor? Nee, ik heb nog nooit gestemd, dus doe ik nou ook niet. Maar is het niet belangrijk dan? Ja, denk het wel, maar ik heb het nog nooit gedaan, dus doe het nou ook niet. Helaas. Prima.